gelijk verder, want ik heb nu toch alles op tafel liggen en het is lekker stil in huis. Ik plak langs de rand plak ik dubbelzijdige tape. Wow, vliegt het uit mijn hand. Niet helemaal naar boven, want dat doe ik straks aan de andere kant. Dan steekt het er niet bovenuit. Hier in het midden nog een stukje. En hier langs de rand van de kaft. Dat het hier en hier straks gewoon echt zeker weten goed vast zit. Zo. Deze ook. En dan, omdat ik de bovenkant niet heb gedaan, doe ik hier wat papier de bovenkant. En de onderkant. Kijk. Zo. Even. Goed. Aanduwen. Deze ook. Oh, dan gaat de live ineens aan. Nou, die mag uit. Die hebben we nu even niet nodig. Bijzonder, hè? Want ik luister nou live na. Ik moet hem wel op zijn allerhardst zetten. Dat dan weer wel. Maar dan hoor ik het wel goed. Dus ik hoop dat als jullie hem naluisteren, dat het geluid dan beter is. En dat er minder haperingen in zitten dan tijdens het uitzenden. Maar ik heb geen idee. Boven onderkant. Oeps, heb ik plakband gedaan. Ik ga hem ook nog met vloeibare lijm doen. De tape hier ook eventjes. En waarom? Omdat je dan nog een beetje kan bewegen. Hè, lijm kan je bewegen, plakband niet. Ik heb hem uitgemeten. Ik heb hier, ja, het is een beetje lastig te zien misschien voor jullie, zwart op zwart. Maar ik zal hem even leggen op de rasterlijn. Hier ligt hij op de rasterlijn, hier ligt hij op de rasterlijn en hier ligt hij daarnaast. En dan kan ik zien dat ik ongeveer even ver links als rechts ben. Want je wil natuurlijk niet dat hij er overheen komt, hè? Dat hij uit je album stikt. Ik ga nog heel even aanduwen. En wat we nu gaan doen is heel voorzichtig het papier in die rand duwen. Dat doe ik niet met mijn scherpe mesje of verhaald, of dat doe ik met een, ja, met een bolle, zachte rilmes. Een beetje omhoog, zodat ik kan zien. Hier is de naad. En ik ga langzaam duwen. En als ik nou zie, zoals hier, dat het papier loskomt, dan duw ik het nog even aan. Gebruik je geen tape en alleen maar lijm, dan moet je even wat langer wachten. Maar niet te lang, niet dat het helemaal opgedroogd is, want je moet nog wel ruimte hebben om dit papier in die naad te duwen. Ja, dus gebruik geen scherp mes of zo, maar gewoon rustig deze aan de kant leggen. Even alle lijm eruit. Ja, en hij moet nog steeds plat kunnen hoor, dus je moet wel even zorgen dat, dat je hem ook open vastmaakt. Zo, nou, zoals ik al zei, leg ik de pagina's altijd naast elkaar. En dan probeer ik de kleuren een beetje uit. En dan kijk ik of, ja, of het mij bevalt als ik het zo ook naast elkaar in mijn album heb. Soms dan draai ik toch nog eens wat om. Dan denk ik van, nou, oké, dit kan ook. Zo. Ja, en eigenlijk kan alles. Nou, maar ik heb toch voor mij, in ieder geval voor nu, besloten om het zo te doen. En ik laat me niet aan het twijfelen brengen. Zo gaat het, zo ga ik het inplakken. Deze pagina leg ik heel even opzij. Zodat ik met deze kan beginnen. Deze flapjes hadden jullie gezien. Die hadden we in de live gemaakt. En wat ik nu ga doen is de binnenkant inplakken. Zo. En hier zijn de breads.
En die plak ik dan even vast met een stukje dubbelzijdig tape. Zodat ze niet echt door het papier heen kunnen prikken. En ook stevig vastzitten dat ze niet kunnen bewegen, niet rond kunnen draaien. En dan ga ik die flapjes ook vastplakken. Even aanduwen. Zo. Heb je dubbelzijdig papier, dan is het vaak zo dat je de voorkant en de achterkant heel goed bij elkaar kunt gebruiken. En heb je papier van één set, ja, dan kan het eigenlijk altijd. En dan is het toch vaak in dezelfde kleurencombinaties of met dezelfde soort prints gemaakt. Nu kan je hier niet zo goed op duwen, want die bret zit daar. Dus ik draai hem om, dan ligt hij wel helemaal plat. En nu kan ik de achterkant duwen. Dus ik wrijf over de voorkant om de achterkant goed vast te krijgen. En dan moet ik natuurlijk wel even kijken dat ik nu de lijm die er dan tussenuit komt weghaal. Dus dat doe ik ook aan deze kant. Ik duw hem hier stevig aan. Hier ook aan de onderkant. Dat kan je nog heel even doen met je boomfolder. Want hier zit natuurlijk dat dubbelzijdig tape. En dat zit hier ook. Zo. En aan die kant. Even kijken waar er eventueel nog een lijm uit piept. En dan is die klaar. Dan gaan we verder met de binnenkant. Klaar. Deze leg ik heel veel opzij, want ik wil nu laten zien hoe ik dan deze brets heb gemaakt. Dat weet je, hè? Dat hadden we op de video gedaan. Twee rondjes, een gaatje erin, een bret er doorheen en dan door je papier. En nu dit touwtje. Dit is gewoon een katoenen koordje. Nou, je kan ook een lintje nemen. En ik heb met mijn fonds van die kleine rondjes geponst. Dat zijn hetzelfde formaat als dat hier op de bret is. Nou, ik heb een restje papier gebruikt. Kijk, deze is niet goed. Zie je, daar is wit aan de achterkant. Dus deze kan ik even hier niet voor gebruiken. Deze is wel helemaal goed. Dus ik doe een beetje lijm erop. En ook op deze. Yep. Een beetje lijm. En dan pak ik mijn touwtje. Dat leg ik erop. Het is altijd een beetje gepriegel. Deze pak ik ook. Die leg ik er ook op. Zo. Dus nu zit mijn touwtje tussen die twee ponsrondjes. Even goed aanduwen. En dan op zoek naar mijn klemmetje. En dan klem ik hem vast. Hier eventjes goed. En dan laat ik hem drogen. Nou, dat doe ik ook aan de andere kant.
Deze heb ik roze gemaakt. Deze wordt zwart. Zo, en heb ik deze heb ik met die kruisjes gedaan. Deze heb ik zwart gemaakt. En zo komt die dan straks gewoon in je album te hangen. En is dat flapje dicht en gaat het zo open. Dus ik laat deze eventjes nog met mijn klemmetjes eraan even drogen. En dan kan ik wel alvast verder naar de andere kant van deze pagina. En die is hier, hè, want deze kwamen zo tegen elkaar. Deze wordt zwart. Deze wordt met de balletjes en hier heb ik het restje. Nou, hier kan je al zien, hè? Dit is mijn out of print, dus die kan ik niet gebruiken. Dus ik maak hem hier aan de zwarte kant. Dus die ga ik nu opplakken. Zo, ik heb inmiddels mijn klemmetjes er ook afgehaald. Dus deze bladzijde is klaar. Zometeen naast elkaar in het boek. Deze is ook klaar. En ik heb aan de binnenkant... heb ik dit gemaakt. Ik had dit restje nog over, omdat dat weer mooi natuurlijk bij deze kant paste. Alleen ik had niet genoeg. En wat ik nu ga doen straks, is daar een stukje wit karton in plakken. En dat ga ik nu eventjes doen. Ik gebruik niet echt wit, ik gebruik off-white. Dus dat is een klein beetje... Het is ook niet geel of crème of zo. Deze zal ik even aan de kant leggen, iets voor de achterkant. Maar net even een beetje, ja, net even het witte eraf. Dan mijn snijmachine. Dus voor dit soort pietluttige dingetjes neem ik dan die vaak. Kijk, deze kan hier, maar nu is het een beetje saai als je die erop plakt. Dus wat gaan we doen? We gaan er een versierrandje aan maken. Ik doe dat met mijn lineaal. Maakt niet uit wat voor lineaal, maar ik doe het wel met lineaal. En ik ga niet langs de lineaal lijntjes trekken, maar ik neem de lineaal als geleide. Puntje, streepje, streepje, puntje, streepje, puntje. En aan het einde een puntje. Dus niet helemaal recht langs trekken, hè? Gewoon uit de losse hand. En bobbelt het een beetje. Nou, dat is nou juist leuk. Is de ene langer dan de andere? Zoals nu. Lekker lang. Dat is ook leuk. Twee korte. En weer een langere. Ik doe in de hoeken wel een puntje. En dan ga ik naar beneden. En daar doe ik twee langer. Ja, dus wat ik nu heb... is dus een papiertje met een randje eraan. En als ik dat nou zo op mijn papier plak, dan is dat al gelijk veel meer af dan dat ik zo'n wit dingetje erop plak. Ja, dus zo. Kijk, zie je? En gebruik je een liggende foto. Dan moet je ietsje bijknippen, maar dat kan wel. Ik zou maar deze kant of die kant, denk ik. Wel een beetje bij kunnen knippen. En ik doe de foto wel bijna altijd even op een wit randje. En het tweede reepje. Kijk. Ja, ik ben er wel weer heel blij mee. Deze zit er nu op. En zo wordt hij. Ja, deze komt hier tegenaan. Twee pagina's. Deze vogel die vind ik erg leuk om die hier te doen. Dus ik doe hem in het midden. En ik maak twee streepjes. En aan deze kant. En daar mag het af.
Zo. Dus deze komt hier. Leuk hè, vogeltje zo. Dit was nog een stukje wat ik over had van een van de eerste pagina's. Dat heb ik niet meer nodig voor daar. Dat ga ik hier gebruiken en dat is iets te breed. Dus dit stukje gaat eraf. En hij is iets te kort, maar dat maakt niet uit, want hij gaat in de pocket. Kijk. Hij gaat hierin. En deze gaat er dan overheen. Zo. Dus even de randjes weer bruin. En kijk bij het snijden ook naar de richting van je print. En of je hem ook op zijn kop zou kunnen plakken. Want soms is dat toch ook wel handig. Dat je hem, nou niet zozeer op zijn kop, maar wel een kwartslag gedraaid. Hè? Want als je hem op zijn kop kan gebruiken, kan je hem ook gewoon gebruiken. Kijk, dit is mijn vogeltje en mijn insert. Nou, dan kom ik aan de achterkant. En hier heb ik weer een stuk wat te kort is. En ik kan ervoor kiezen om hier weer, zoals ik net had gedaan, een wit stukje te plakken. Dat ga ik wel doen, want dat past op zich wel heel goed bij dit. En ik kan natuurlijk, net heb ik het aan de bovenkant gedaan, dus nu doe ik het aan de onderkant. Bij 7 heb je nodig. Dit komt aan deze kant en dit zat hieronder. Ja, dus ik heb 7 bij 7 afgesneden. En zometeen komt aan de binnenkant van mijn album. En ik heb, je moet even goed kijken wat de voor- en de achterkant is. Of je nog een beetje mooiere kant hebt of niet. Maar ik neem dit als mijn voorkant. En deze ga ik zo meteen inplakken. Maar niet voordat ik hier aan de onderkant mijn flapje heb vastgemaakt. Ja, dat flapje dat heb ik gerild. Mijn is 2 inch breed. Dus dat is ongeveer 5 centimeter. Dat is een mooi maatje. Dat is stevig genoeg. De lengte maakt niet uit. Die heb ik gewoon, ja, nu is die, even kijken hoor, 11 centimeter. Dus dat is 3 inch, 4 inch.
Maar goed, dat is niet zo heel belangrijk. Maar wat wel belangrijk is, is dat we die eronder plakken. Ja, die plak je in het midden van je pagina. Plak je hem hier onder je papier vast. Dus we gaan hem eerst hier vastplakken. En daarna komt het papier eroverheen. Dus dat ga ik doen. Ik ga hier dubbelzijdig tape op plakken. En in het midden van de pagina, niet over de rand, maar tegen de rand aan. Dus je kunt het aftekenen voor het geval dat je zegt van nou, ik ben daar niet zo goed in. Ik leg hem langs de rand van mijn raster. Dit is 3,5 en dit is 3,5. Hier is 0. En dan leg ik hem hier tegen de rand en ik plak hem vast. Als je hier een heel mooi schulprandje wil, dan moet je dat natuurlijk eerst even eerst doen. Als je daar een snijmachine voor hebt. Ik ga gewoon de hoekjes rond maken. Dat vind ik meer dan genoeg. Maar wil je daar een mooi randje hebben, ja, dan is het wel handig als je dat natuurlijk eerst doet. Want dan krijg je daarna er niet meer op. Dan kan mijn designpapier erop. Dan moet je bij dit plakken wel even heel goed plakken. Want de waterval, die gaan we hier opplakken. Dus hier komt nog wel wat beweging, zeg maar. Dus zorg dat dit vel helemaal goed geplakt is. Bij de voorkant of de achterkant is dat allemaal niet zo heel erg van belang. Maar bij deze wel, omdat hier ja, wel wat mee gedaan wordt. Dus zorg dat je die goed vastplakt. Goed je lijm verdelen. En daarna ook zorgen dat je de lijm even goed verdeelt met je boomfolder of met iets anders. Dat het goed plat komt. Hier is mijn doekje. En dan gaan we nu naar de binnenkant van je achterkoffer. En zoals je ziet heb ik daar niet genoeg papier voor. En daarom leg ik twee stukken tegen elkaar aan. En voordat ik het dan op ga plakken, maak ik die twee stukjes eerst aan elkaar vast met dubbelzijdig tape. En ik heb dan gemerkt dat je eigenlijk nauwelijks ziet dat je twee stukken papier hebt gebruikt. En zeker als je papier hebt dat bij elkaar past, dan kan dat vaak heel goed. En als je heel contrasterend papier gebruikt, wat natuurlijk ook kan, dan ook dan zie je dat het gewoon heel netjes tegen elkaar aan ligt en ook gewoon een border kan zijn. Dus ik plak het nu aan elkaar vast. En nu ga ik meten dat ik een stuk heb van 7 bij 7 inch, wat ik dus in de achterkant kan plakken. Nou, vergeet ook hier niet om eerst weer het stukje in te plakken voor het gedeelte wat je waterval straks tegenhoudt. En daarna kun je de achterkant inplakken en ook hier weer gebruik voldoende lijm, zodat de achterkant goed stevig in je album zit en niet loskomt als je de waterval beweegt. En dan gaan we verder met de waterval. En daar heb je 8 dezelfde stukken voor nodig. We gebruiken er 4 aan de binnenkant cover, aan de voorkant en 4 aan de achterkant. En je rilt die zijkanten, die waterval, die ril je op een halve inch. In ieder geval op een centimeter is dat.
En dan vervolgens kan je de hoekjes afronden, als je dat ook gedaan hebt bij andere stukken van je album. En je plakt er dubbelzijdig tape op. En dan gaan we de waterval inplakken. En voordat je dat doet, moet je even aan de bovenkant het koordje vastmaken, wat straks de waterval dicht houdt. Ja, niet helemaal tot aan de bovenkant, ongeveer een halve inch van de bovenkant verwijderd houden. En dan kan je de eerste waterval inplakken. Zorg dat je die helemaal recht plakt, uitgelijnd zeg maar tegen de bovenkant van je album. Ik heb mijn album hier omgedraaid, want dat is makkelijker plakken voor mij. Maar eigenlijk kijk je dus tegen de andere kant aan. Nou, zorg dat hij netjes recht ligt. Kijk eventjes, schuif nog een beetje. En haal dan het beschermtapeje weg. Dus ik plak altijd maar één klein stukje vast in eerste instantie. Het is niet het hele beschermlaagje weghalen van je tape, een klein stukje. Dat even licht vastplakken. Kijken of het recht ligt. Ja. En dan kan je het loshalen. Nou, hier zie je dat ik nog net even iets te veel zwart overhoud. Dat is niet zo heel erg, want hier komt later toch een randje in, zodat je niet ziet dat je wat scheef hebt afgesneden. Hier is het laatste stukje van het dubbelzijdig plakband waar het touwtje mee vast zat. Deze ga ik anders vastplakken. Ik ga nu de railrand zeg maar naar boven leggen. En je zal straks zien, als je dan de laatste pagina omslaat, dan zie je niet dat het nog een stukje omgeslagen railrand is. Ja, dus ik doe nu niet de plakrand naar beneden, maar ik leg hem dubbel op de railrand van de vorige flap. En hetzelfde gaan we doen aan de achterkant. Ook weer eerst eventjes het touwtje vastmaken wat we straks gaan gebruiken voor de bret om de waterval dicht te houden. Even goed meten. Een halve inch aan de bovenkant, halve inch aan de onderkant en een halve inch aan de linkerkant. En hier zie je mij iedere keer het tapeje een beetje opschuiven, dat de waterval niet vastplakt aan het touwtje. Nou, ik ben een beetje enthousiast en zo zie je dat ik hier gewoon doorga, straks ook met waterval nummer 4. Terwijl ik die eigenlijk andersom had willen plakken, plak ik die toch ook gewoon recht door. Het is helemaal verder niet erg, alleen ik vind het zelf wat mooier als je de railrand eigenlijk bij de laatste waterval niet meer ziet. Dus ik had eigenlijk om moeten draaien en over de vorige railrand heen moeten plakken. Dus je ziet mij zo de laatste watervalpagina pakken en gewoon weer op dezelfde manier vastplakken. Als laatste ga ik nu nog designpapier plakken over het hele eerste vel van mijn waterval. En bij de andere flapjes van de waterval gebruik ik alleen maar een klein randje. Omdat je straks daar natuurlijk toch je foto overheen plakt, is het eigenlijk heel zonde om die helemaal te beplakken met designpapier. En bovendien wordt het ook anders heel erg dik. Ja, want je gaat aan de voorkant en aan de achterkant straks nog foto's plakken. Nou, dan wordt het een hele dikke waterval. Dus ik gebruik alleen maar aan de voorkant, de eerste eigenlijk, en aan de eerste van de achterkant, daar gebruik ik designpapier. Nu nog even aan de voorkant een designpapiertje op de flap maken.
En dan straks komen daar ook breads op. Hè, dus dat doe je precies hetzelfde als bij de achterkant van pagina 3. En dan kan je met een touwtje je waterval goed dichtbinden. En zo is mijn album dan uiteindelijk geworden. Ik moet het natuurlijk nog inplakken. Ik moet ook de buitenkant van de kaft nog maken. Maar dat laat ik je in de volgende video zien. Ik zou het heel leuk vinden als je deze video een duimpje geeft. En als je je ook abonneert op mijn kanaal. Dan krijg je automatisch bericht als er weer een nieuwe video wordt geüpload. Nou, voor nu in ieder geval dank je wel voor het kijken. Succes met je eigen album. En graag tot de volgende keer. Doeg!